Hey, welkom in deze nieuwe video waarin dat ik je mee wil nemen rond het thema relaties en nog meer rond hoe dat je eigenlijk een ideale relatie gaat gaan manifesteren. Waarom? Ik heb gemerkt, zowel bij mezelf als bij mijn vrienden en familie als bij mijn klanten, dat er heel veel relaties onder vuur liggen. Heel veel relaties worden onder de loep genomen, worden getriggerd, worden uitgedaagd. En je ziet dat er heel veel aan het veranderen is. Niet alleen op vlak van ondernemen of van hoe dat politiek gevoerd wordt of hoe dat we gaan winkelen, wat dat we eten, welk onderwijs en hoe dat we onderwijs gaan doen. Maar ook relaties zijn onderhevig aan heel veel veranderingen. En je ziet dat de verschuiving begonnen is. De verschuiving waarbij dat we eigenlijk een nieuwe samenleving aan het creëren zijn. Van, waaruit dat vooral vroeger de mannelijke energie belangrijk was. Van het actie ondernemen, stappen zetten. Zijn we nu aan het veranderen naar de eerder vrouwelijke energie. Niet alleen de vrouwelijke energie als zijnde dat enkel dat belangrijk is. Maar vooral wel dat beide energieën, zowel mannelijk als vrouwelijk, in harmonie aanwezig zijn. En dat betekent ook dat dat een invloed geeft op bestaande relaties. En hierdoor brokkelen heel veel relaties af, worden heel veel relaties beëindigd. Ze eindigen omdat het zielscontract vervuld is, afgerond is, de lessen geleerd zijn. Maar ze kunnen ook eindigen omdat de balans tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie er niet meer is. Als je twee mensen hebt in een relatie en die zitten allebei volledig in een mannelijke energie, wat ook heel logisch is, zoals bij een batterij, plus en plus tot elkaar af, of min en min tot elkaar af. Dus je hebt zowel mannelijke als vrouwelijke energie nodig. Beide mannelijke energieën gaan elkaar afstoten. En wanneer ik spreek over energieën, dan gaat het zeker niet over geslacht, want ook in homoseksuele relaties is er altijd één iemand die meer de vrouwelijke energie omarmt en iemand die de mannelijke energie meer omvat of belichaamt. Dus het is eigenlijk niet zo abnormaal dat er veel relaties onderhevig zijn aan die transformaties en gaan wankelen als je weet dat alles energie is. Dus al jouw relaties zijn onderhevig aan de hogere energieën en aan de ascensie van de aarde. En dat is niet alleen de romantische relaties. Dus het kan ook zijn dat er heel veel vriendschappen beëindigd worden. Dat je verandert van werk, dat je andere collega's krijgt. Dat je met bepaalde collega's plots geen goed contact meer hebt. Of dat de contact verandert. En dat is allemaal oké. Want relaties die aangegaan zijn vanuit het oude paradigma's. Die zullen beëindigd worden. Of die transformeren in de nieuwe paradigma's. Want het is namelijk ook zo dat het tijd is dat de relaties ook een nieuwe vorm gaan aannemen. En dat je niet zomaar bij iemand bent, gewoon omdat iedereen bijvoorbeeld in je omgeving een relatie heeft of omdat iedereen in je omgeving getrouwd is. Relaties anders vormgeven en invullen is trouwens ook één van de missies van tweelingvlammen. En tweelingvlammen brengen eigenlijk die nieuwe paradigma's met betrekking tot relaties en naar de aarde en ankeren die ook op de aarde, zodanig dat ze voor iedereen aanwezig zijn. Waarom? Omdat uiteindelijk wil elke ziel op aarde die ene ware liefde ervaren die als thuis aanvoelt. Die ons als ziel laat herinneren hoe dat het was toen we nog deel uitmaakten van de bron. En in die relatie vormt dan eigenlijk een plek waar je zelf kan en mag zijn. Een plek van waaruit je opnieuw de beste versie van jezelf wil worden. De ware liefde die ontstaat vanuit die hogere energieën, vanuit die zielsconnecties. Nu, wat dat belangrijk is om te weten in relaties, in elke relatie eigenlijk, dat er niet alleen jij en de ander is, maar ook de relatie zelf. Dus ook op energetisch vlak is eigenlijk, zou je kunnen de relatie zelf zien als een derde persoon. Dus je hebt eigenlijk een relatie met drie. Dat betekent dat ook elke partner waar je ooit mee samen bent geweest, en zeker degene waar je mee intiem bent geweest, daar heb je een energetische band mee. En als je na het beëindigen van die relatie die energetische band niet afsluit, of doorknipt, of hoe je het ook wil zeggen,
dan blijft die eigenlijk aan jouw energetisch systeem, aan je lichtlichaam vasthangen. Dus het is belangrijk dat je die ook loslaat. Dat je die relatie, dus niet alleen het contact met die persoon en de energetische koord met de persoon, met je ex, afbreekt, maar ook de relatiekoord dat je hebt daarmee. Wanneer kan je dat weten als dat eigenlijk zo is? Bijvoorbeeld bij klanten die al een tijdje alleenstaand zijn en die eigenlijk op zoek zijn naar een nieuwe relatie, maar die om een of andere reden lukt het hen niet om een andere relatie aan te trekken of in een andere relatie te blijven, dan merken we dat ze vaak op één of zelfs meerdere relaties energetisch gezien niet hebben afgesloten. Waardoor dat een potentiële partner, wanneer dat die dichterbij komt, gewoon ook voelt dat die andere partner er energetisch nog is. Dat gebeurt natuurlijk allemaal onbewust. En daarom is het ook belangrijk dat je jouw energie reinigt. En jouw energie afsluit, dus al je voorrelaties afsluit, ook op energetisch niveau. Dus niet alleen op het fysieke en het emotionele afgrond, maar ook vooral op energetisch niveau. En dat kan je doen door alle energetische koorden met je ex-exen te verbreken, als ook die relatiekoord zoals ik daarnet over gesproken heb. En vervolgens kan je dan eigenlijk je ideale relatie gaan manifesteren. En dan bedoel ik vooral met ideale relatie, de relatie die het beste bij jou past. Hoe een ideale relatie er dan uitziet, dat is eigenlijk dat weer voor en aanvoelt, is voor iedereen ook weer anders. Want bovendien gaat het niet enkel om het hebben van van een relatie. Het gaat om zoveel meer. En daar wil ik in deze video eigenlijk ook wel wat attent over maken. Dat het hebben van een relatie zoveel meer in zich draagt dan alleen het zoeken en het beginnen en het aanhouden van die relatie. Een volgend iets. Ik spreek even op mijn notities wat ik allemaal wil meegeven in deze video. En volgende is dat liefde eigenlijk op verschillende vormen en verschillende manieren in je leven komt. En je gaat misschien nog wel zeggen, ja Lindsay, dat weet ik toch wel. Maar ik wil je toch wel nog eventjes attent op maken. Jij zelf bent ook liefde. Maar wanneer je bewust bent dat liefde niet enkel via één iemand, dus via één persoon hoeft te komen, dan ga je niet alleen de druk van die relatie af of van die partner af. Je stapt ook een stukje in het eenheidsbewustzijn, waarbij je beseft dat je één bent met alles om je heen. En hierdoor ga je liefde gaan voelen voor alles en iedereen om je heen. Dat betekent niet dat je met iedereen het bed gaat delen, maar wel zie je in elke mens het licht. Je ziet in elke mens de liefde die ze eigenlijk zijn. Want je connecteert met hun ziel in plaats van met hun ego of met hun persoonlijkheid. Nu, bovendien kan je liefde niet alleen ontvangen via mensen, via andere mensen, maar je kan het ook gewoon ontvangen als je de natuur ingaat, via de dieren, via jezelf, doordat je iets doet dat je leuk vindt, doordat je gaat gaan kleuren of gaat gaan iets gaan creëren, doordat je lekker eten gaat gaan maken. Dus eigenlijk echt alles is liefde, want uiteindelijk liefde is energie en alles om je heen is energie en alles om je heen is liefde. Dus kijk voor jezelf, waar kan je nog meer de liefde omarmen op elk moment in je leven? Tweelingvlammen leren eigenlijk andere zielen over onvoorwaardelijke liefde. En dat betekent dus eigenlijk, zoals het woord zelf zegt, onvoorwaardelijke liefde, dus liefde zonder voorwaarden. Echter, deze liefde is niet enkel ten aanzien van die ene partner, niet ten aanzien van de andere tweelingvlam, nee. Die onvoorwaardelijke liefde is ten aanzien van alles wat is, van alles wat dat leeft, van alles wat dat om jou heen is. En wil jij onvoorwaardelijke liefde in je leven via een liefdesrelatie? Dat kan. Maar denk dan eens na over wat dat er in jouw gedrag nog allemaal mag veranderen om onvoorwaardelijke liefde te omarmen. En dat is niet enkel via die liefdesrelatie. Bijvoorbeeld, hou je al onvoorwaardelijk van jezelf? Hoe sta jij ten aanzien van exen, van oude vriendschappen, van buren, van kennissen? En kan jij ook daar onvoorwaardelijke liefde toelaten door iedereen in zijn waarde te laten en te respecteren dat iedereen zijn eigen pad volgt? Kan je dat? Doe je dat al? Waar kan je dan nog meer gaan doen? En zo komen we dan eigenlijk tot feit dat relaties er niet zomaar zijn. Net zoals dat alles zo prachtig in elkaar zit en zo magisch in elkaar zit en allemaal zo goed
op elkaar afgeleend en uitgestemd wordt, is dat ook zo met relaties. En elke relatie in je leven heeft een doel op zich. De ene relatie heeft als doel je te triggeren, de andere is er om jou te stimuleren, nog een andere is er om jou te ondersteunen. Echter, al die relaties hebben eigenlijk als ultieme doel jou te helpen met het leren van de les. Dus net zoals met veel zaken in je leven is niet altijd onmiddellijk duidelijk wat dat er iemand jou komt leren. Nee, want soms denk je zelfs dat iemand in je leven gekomen is die jou niets gaat leren. Maar dan is het net de clue om je daar bewust van te zijn, want dan gaat die relatie jou wellicht iets leren die tot dan toe altijd in je onderbewustzijn gebleven is. Dus je schaduwkanten worden eigenlijk getriggerd op dat moment, waardoor dat eigenlijk de les die je op dat moment gaat leren nog groter is dan dat je eigenlijk afhankelijk dacht. Nu, de spiegel van elke relatie, van de relatie wordt eigenlijk optimaal benut wanneer je er echt ook voor open staat om de lessen te leren die moeten geleerd worden. En dat betekent dat je ook soms dan relaties moet afsluiten en moet laten gaan nadat je een les geleerd hebt. En het bewustzijn daarom helpt je dan eigenlijk weer om verder te gaan in plaats van angstvallig vast te houden aan iemand of aan een ideaalbeeld van de relatie die er eigenlijk toch al niet was. Want vaak zie ik mensen ook angstvallig in een toxische relatie blijven. Gewoon omdat ze denken dat ze die relatie nog moeten redden, dat ze nog moeten werken aan die relatie, omdat dat de les is. Maar de les kan ook gewoon zijn dat je een grens moet trekken en dat je voor jezelf moet gaan kiezen. Net door die toxische relatie te verlaten vanuit de onvoorwaardelijke liefde voor jezelf. Dus op dat moment gaat het niet over die ander en over hoe dat jij ten aanzien van die ander reageert of je gedraagt, maar wel hoe dat jij voor jezelf gaat gaan kiezen en voor jezelf keuzes en maakt en grenzen gaat gaan stellen. Dus wanneer je in zo'n relatie zou zitten, stel, of in een gelijk welke relatie, stel jezelf dan de vraag van wat zegt jouw buikgevoel over je relatie? Wat zegt jouw intuïtie over je relatie? En ga naar binnen. Dus intuïtie is eigenlijk gewoon naar jouw innerlijke gaan luisteren om te weten wat dat antwoord is die beste bij jou past. En vertrouw ook op je intuïtie, want dat is uiteindelijk de taal van je ziel die helder weet welke les dat je hier dient te leren. En wanneer dat die ook geleerd is. Dus blijf niet langer in de relatie wanneer dat tijd is om te gaan. Want dan worden relaties niet meer gezond, worden ze toxischer en wordt dus jij ook niet gelukkig. Dat kan ook niet anders. En of dat nu een korte, een langdurige, een romantische, een vriendschappelijke, een businessrelatie is, het maakt niet uit. Volg altijd je gevoel en dan ga je altijd ook de juiste keuze maken. Zoals ik al zei, elke relatie is een spiegel. Zodanig dat jij weer kan groeien en zodanig dat je iets kan leren over jezelf. Of wat dat nu een soulmate is, een tweelingziel, een tweelingvlam, jouw kind, je broer, je zus, je ouder, het maakt niet uit. Elke relatie heeft zijn eigen spiegel en zijn eigen doel. En komt jou eigenlijk andere dingen leren. En dat betekent dus ook wanneer je problemen hebt in een relatie of obstakels ervaart in een relatie, dan heeft dat nooit, maar dat ook nooit te maken met die andere persoon. Hoe dat jij die relatie ervaart en wat dat jij voelt door die relatie of door iets wat iemand anders doet, heeft wel te maken met jouw eigen trauma's, met je eigen ervaringen als kind, met je waarden en je normen, met je schaduwkanten, je vorige levens, overtuigingen die er nog zijn. Dus eigenlijk alleen maar enkel met jezelf. Bovendien heb je immers nooit controle over hoe dat iemand anders zich voelt, gedraagt, hoe dat hij zelfs denkt of hoe dat hij naar de situatie kijkt. Je hebt enkel controle over jezelf. Dus stop met energie te verliezen aan het proberen te manipuleren of die andere te proberen te veranderen. Gebruik je tijd liever wijs en werk aan jezelf. Verander je kijk op je leven, verander de visie over hoe de alles zou moeten zijn. Want ben je wel zeker of dat de visie die je nu hebt of dat die wel klopt? Of kopieer je dit gewoon van de mensen uit je omgeving, van de mensen die jou hebben opgevoed, van de mensen waar je mee omgaat? Wat is jouw waarheid over het leven? Wat wil je werkelijk? Is je leven nu al alleen met jouw ziel? Schrijf dat op. Neem daar de tijd om over te voelen. En schrijf op wat er in je opkomt. Want zo leer je uiteindelijk weer nieuwe dingen over wie dat je bent, over jezelf. Werk aan jezelf. Ga aan de slag met jezelf. Ga aan de slag met je innerlijke kind. Ga aan de slag met je trauma's, met je gekwetstheden. Zodanig dat je opnieuw in balans komt.
Want zolang dat je niet in balans bent, dan zal iedereen die op jouw pad komt jou op een of andere manier triggeren. Daar kan je van op aan. Ja, dat kan ik je op een bladje papier geven, dat zal zo zijn. Bovendien, als jij zegt van ik wil eigenlijk wel een relatie hangen met een soulmate of een tweelingvlam of tweelingziel, dan, dus een relatie op zielsniveau bedoel ik dan, dan is het belangrijk om aan jezelf te werken. Zodat jij opnieuw wordt wie je bedoeld bent te zijn. En wat bedoel ik daarmee? Dat is eigenlijk dat je opnieuw de energie wordt die je was toen je geboren was uit de bron. En doorheen de verschillende incarnaties en doorheen de verschillende levenden hebben we allerlei ballast en vervullingen opgelopen. En de bedoeling is in dit leven is dat jij terug weer die zuiverheid wordt die je was. Dus dat jij gewoon puur terug jouw energie was, wordt die je toen was. Zodanig dat je eigenlijk door jezelf op de eerste plaats te zetten, door niet meer afhankelijk te worden van anderen, door te investeren in jezelf, dat je eigenlijk de energie die het beste bij jou past, en dat zal dan eigenlijk de energie zijn die op hetzelfde niveau trilt, dan gaat die als vanzelf in je leven komen. En dat is niet de wet van aantrekking, maar de wet van afstemming. Dus gelijke energieën trekken elkaar aan. Dus dat betekent dat je aan de hand van relaties die je nu hebt, ga je ook meer leren over jezelf. Kijk naar welke vriendschappelijke relaties je hebt, welke romantische relaties je had en die je nu hebt of niet hebt of wilt. Kijk naar je businessrelaties en geef jezelf antwoord op de vraag van hoe stel jij jezelf op? Wie laat je toe? Wie laat je niet toe? Hoeveel echte vrienden heb je? Kennen die vrienden de waar jij of is slechts maar een versie van jou? En past dat nog bij wie dat je nu bent of bij wie dat je aan het worden bent? Of moet je toegeven dat je eigenlijk verschillende rollen speelt afhankelijk van bij de persoon waar dat je bij bent? En als je dat nog doet, dat is niet erg. Word jezelf er bewust van. Vergeef jezelf dan en besef dat we eigenlijk dat ook allemaal aangeleerd zijn. We zijn eigenlijk allemaal een stukje gebrainstormd daarover. En we denken dat het allemaal normaal is. Maar eigenlijk is dat niet normaal. Eigenlijk het enige dat wij hoeven te doen is gewoon onszelf zijn. Maar natuurlijk moet je weten wie dat je werkelijk bent en genoeg zelfvertrouwen hebben over wie dat je bent, zolang dat je niet meer de behoefte voelt om je anders voor te doen. En je zal ontdekken dat je eerlijk kan zeggen wat je nood aan hebt, net door te ontdekken wie dat je werkelijk bent. En je zal gemakkelijk vanuit zelfliefde grenzen trekken ook en ervoor zorgen dat je omgeving die ook gaat gaan respecteren. Van zodra dat je dan meer voor jezelf zal kiezen en bewust zal zijn over wat je nodig hebt, dan zal je als vanzelf ook selectiever zijn in de vriendschappen en relaties die je aangaat. Je zal niet meer zomaar met iedereen in je leven toelaten. Want zoals ik eerder al vertelde, met elke persoon dat je contact hebt, met elke vriendschap, elke relatie, maak je een energetische koord aan. Waardoor je lang na het contact met die persoon nog verbonden blijft. Om een voorbeeld te geven, zo heb ik jarenlang van meer dan 100.000 mensen elke dag hun energie getransformeerd, zonder dat ik mezelf er bewust over was. En ik gaf eigenlijk constant mijn levensenergie weg aan mensen die ik zelfs niet persoonlijk kende. Dus dat kon zijn van mensen dat ik tegengekomen was in de winkel, dat kon zijn van mensen dat ik op een concert tegengekomen was. Dus mensen die ooit in mijn energieveld geweest zijn, die onbewust een energetische koord hebben aangemaakt. En daarom voelde ik me altijd ook zo moe, bijvoorbeeld na het winkelen of naar een concert, en vermeed ik eigenlijk grote massas. Dat is ook een van de redenen waarom ik bijvoorbeeld niet knuffel, zomaar met Jan en Alleman, om mijn eigen energie een stukje te beschermen. Want mensen in mijn omgeving weten dat en ze doen er ook niet moeilijk over. Want de reden daarvoor is van zodra je eigenlijk met iemand gaat gaan knuffelen, en dan heb ik totaal nog niet over seks, dan vermeng je jouw energie met die van de ander. En als je iemand bent die een hoge energie heeft, net zoals ik zelf, en je knuffelt met iemand die een lagere toxische energie heeft, dan, dan moet ik er eigenlijk ook geen tekeningen bij maken. Je transformeert de shit van iemand anders, als ik het zo mag zeggen. Dus als je dan alleen doortrekt naar seksuele relaties, dan gebeurt dat nog op een veel dieper niveau. Ik las ooit eens, het was in een podcast, dat iemand ook zei van geef je lichaam niet weg aan een persoon waarvan je ook de code van je gsm niet zou geven. En voor mij was dat een heel duidelijk voorbeeld hoe belangrijk dat is om bewust met je energie om te gaan. En om niet zomaar iedereen
net zoals dat niet iedereen de code van je gsm zou geven of van je bankkaart zou geven, moet je ook niet iedereen gewoon aan iedereen jouw energie weggeven. Dus maak wijze keuzes met wie dat je energie deelt en met wie niet. Dus stop met jezelf langer weg te geven voor geneugten van het lagere bewustzijn, als ik het zo mag noemen. Want uiteindelijk zijn seks en liefde de meest hoogtrillende geneugten of de meest hoogtrillende ervaringen op aarde. Dus waarom zou je dan zo slordig en zo achtloos omgaan met iets wat zo kostbaar en hoogtrillend is? En zeker als vrouw is het belangrijk om enkel met iemand een team te zijn als er liefde is. Als vrouwelijke energie neem je eigenlijk zelfs een deel van de mannelijke bagage over en transformeer je dat via je lichaam op het moment dat je intiem bent. Dus wanneer je intiem bent, dan kan zelfs het DNA van je intieme partner jouw DNA veranderen via het sperma. Dus toch wel iets om over na te denken, of niet? En dat is niet alleen voor vrouwen zo, ook mannen nemen energie van hun intieme partners over. Dus ook voor hen is het belangrijk om hier bewust mee om te gaan. Nu, waar ik het met jullie ook nog wil over hebben, is eigenlijk de vraag van... als je op een tweesprong staat of op een kruispunt staat waarbij je jezelf afvraagt van moet ik blijven en vechten voor een relatie of moet ik eigenlijk beter weggaan? Nu, als je die vragen bekijkt vanuit mind, vanuit je gedachten en dus rationeel bekijkt, dan zal je van veel mensen horen dat je in de relatie bent en dat je daardoor moet in blijven. En dan zeker van je bepaalde geloofsovertuigingen zal je horen dat het jouw taak is om daarin te blijven en om aan je relatie te werken. Maar wat als ik je zou zeggen dat je een zielsafspraak hebt met die persoon waarbij je beiden hebt afgesproken om elkaar los te laten na het leren van een aantal lessen. Als je op dat moment dan in die relatie zou blijven, dan ga je tegen jouw zielsmissie in, net door erin te blijven. En ja, oké, op aarde is er de wet van de vrije wil, maar hoe dat je het ook draait of keert, je ziel pusht je altijd richting je hoogste goed. En dus... ja, wat als je dan blijft in die relatie terwijl dat het niet de bedoeling was om op lange termijn samen te blijven, dan doe je eigenlijk of maak je een keuze tegen jouw hoogste goed in. En de vraag is dan, zal je nog oprecht gelukkig zijn op dat moment? Zal je je nog vervuld voelen zonder dat je iemand anders nodig hebt? Zal je gelukkig zijn of is het alleen maar om een scheen omdat je denkt dat het jouw plicht is? Hoe dan ook... ik ga hier niet zeggen welke keuze je moet maken, dat is voor iedereen anders. Maar ongeacht welke keuze je maakt, zal je leven zich manifesteren volgens de keuzes die je maakt. Stel nu dat je een keuze gemaakt hebt en nadien blijkt dat het toch niet zo'n goede keuze geweest was, weet dan dat je ook altijd die keuze opnieuw weer kan gaan veranderen. En mijn ervaring is dat de keuze van je hart altijd de juiste weg is om je volledig vervuld en gelukkig te voelen. Of dat je nu een relatie hebt of niet. Want uiteindelijk gaat het nooit om die relatie of om die andere persoon. Het gaat altijd om jou. Wanneer jij leert om gelukkig en je vervuld te voelen zonder dat je iemand anders nodig hebt om dat geluk of die leegte in te vullen, dan ben jij op dat moment eigenlijk meester geworden over dat stukje in jouw leven. En dat is de belangrijkste les met betrekking tot relaties die je kan leren. Nu, om verder te gaan op de keuze die je al dan niet zou maken om in een relatie te blijven... of niet, wil ik er nog iets meer vertellen over verschillende tijdslijnen. Dus dat betekent dat er eigenlijk verschillende mogelijke levenservaringen zijn en dus verschillende mogelijke potentiële partners voor jou beschikbaar zijn in dit leven. En dat is ook op dit moment. Dus afhankelijk van de keuzes die je gemaakt hebt in je leven, zal de ene of de andere persoon op je pad komen. Dat betekent dat je als ziel nooit op één paard wed. Tenzij, als je tweelingvlam bent... en je bent als een tweelingvlam hier op aarde op dit moment geïncarneerd met die missie van de tweelingvlammen, dan is het wel de bedoeling dat je samenkomt met die tweelingvlam. Maar ook zelfs ook op dat ogenblik zijn er enkele noodoplossingen voorzien, gezien dat er op aarde nog steeds de keuze is of de wet van de vrije wil. Dus in het geval dat er een van beide tweelingvlammen zou beslissen om niet samen te komen, dan zijn er natuurlijk ook nog andere potentiële partners beschikbaar. Bij tweelingvlammen is het wel de bedoeling dat ze samenkomen omwille van de missies die de connectie eigenlijk met zich meebrengt. Dus de tweelingvlamconnectie is er enerzijds als tool voor ascensie voor beide tweelingvlammen naast de universele missie die deze connectie ook nog in zich draagt. En een tweelingvlam zijn is niet evident.
En de connectie is niet de meest logische keuze vanuit 3D bekeken. Maar wel is dus wel de connectie die ontstaat vanuit 5D. En die draagt sowieso al andere templates in zich dan de meeste relaties op aarde. De connectie van tweelingvlammen is eigenlijk geen relatie. Dus zoals ik zei, het is een connectie. En of dat ze nu samen zijn of niet, ze zijn en blijven altijd verbonden. Dus of dat ze nu samen zijn of niet, ze kunnen altijd elk afzonderlijk aan hun eigen missies gaan werken. In tegenstelling tot soulmate-relaties, waar dat er eigenlijk eerst een relatie moet zijn vooraleer de spirituele connectie verder kan gaan groeien. Tweelingvlamconnecties zijn in dat opzicht ook anders, omdat ze net het voorbeeld vormen voor de andere relaties. Ze vormen een voorbeeld voor de nieuwe relaties die op de nieuwe aarde aan het ontstaan zijn. En dat is ook de reden waarom op dit ogenblik veel relaties beëindigd worden. Omdat in de tweelingvlammen bedoeld zijn om op dit moment zich te verenigen en om samen te komen met hun andere helft, de andere tweelingvlam. Omdat ze de hogere energieën die vanaf 2020 de aarde zullen binnenkomen, moeten kunnen verankeren via hun lichaam. En wanneer dat tweelingvlammen samen zijn, dan wordt die kracht of die draagkracht eigenlijk nog voor 3 of voor 10 of voor 20-voudigd. Dus dat is ook een van de redenen. Nu, als je zelf op een tweesprong staat en je moet kiezen, blijven of weggaan, weet dan dat je ook op een andere manier uit elkaar kan gaan. Want als je, zoals ik daarnet al zei, als je vanuit zuiverheid een relatie afrondt, dan heb je weer iets geleerd. En dan sluit je eigenlijk ook op energetisch niveau zuiver af, zonder eigenlijk nieuwe karma te gaan creëren, die je dan eigenlijk weer moet in balans brengen. Dus scheiden betekent niet automatisch lijden, alhoewel dat al zo hard in de mensen hun systeem zit ingebakken, maar dat is niet zo. Het is een keuze die je opmaakt. En dus luister naar je intuïtie. En dat zal je ook vertellen op welke manier je je situatie kan en mag gaan aanpakken. En wanneer je dat doet, dan zal je versteld staan van welke verschuivingen er zullen zijn. Van hoe plots alles moeiteloos en eenvoudig kan gaan. En nee, dat betekent niet dat daarom niet meer emotioneel is. Of dat je er geen verdriet meer rond voelt, dat niet. Want uiteindelijk neem je nog altijd een stukje afscheid van een hoofdstuk in je leven. Zodat je met eigenlijk een nieuwe frisse energie, een nieuw hoofdstuk kan gaan beginnen. Dus neem ook de tijd om afscheid te nemen. Neem ook de tijd om dat stukje te gaan rouwen. Bovendien, vergeet niet dat je ook een invloed hebt op je omgeving. Je bent ook een voorbeeld voor jouw omgeving. Dus wanneer dat jij het voorbeeld geeft en verantwoordelijkheid neemt voor jouw gedrag en voor jouw emoties, dan zal jouw omgeving je daarin ook volgen. Uiteindelijk heeft niemand het recht om op zeggenschap over je leven. We zijn een nieuwe samenleving aan het creëren, dus alles kan en moet ook op een andere manier gaan gebeuren. En hoe die andere manier moet en mag zijn, is ook voor iedereen anders. En dat is net het mooie aan die nieuwe samenleving, want er zijn geen beperkingen. En als jij het bedenkt, dan kan je het ook zo gaan manifesteren. Wil ik nog, om deze video te eindigen, wil ik nog kort een voorbeeld geven. Stel, je hebt afgesproken met vrienden en de dag zelf voel je je moe. Je voelt dat je eigenlijk nood hebt aan gewoon thuisblijven, aan een deugdoend bad nemen en even lekker niks doen. Hoe reageer jij? Wetende dat je vrienden zullen ontgoocheld zijn wanneer je afbelt. Welke keuze ga je maken? Kies je voor jezelf of blijf je jezelf een bocht te wringen om een ander tevreden te stellen? Denk je dat je anderen je meer respecteert door altijd ja tegen hen te zeggen? Nee, integendeel. Door voor jezelf te kiezen en dat eerlijk te zeggen, toon je aan hen dat je jezelf het waard vindt om voorop te komen. En hierdoor zullen mensen in je omgeving je nog meer respecteren en dus je ook de ruimte geven en ook je behoeften gaan respecteren. En daar gaat het om. Om jouw geluk, om jouw groei, om jouw vrijheid. En als je voor jezelf kiest en het nodige werk doet, dan zal je automatisch die ideale relaties aantrekken. En je hoort het goed, ik zeg ideale relaties, want het gaat niet enkel om een liefdesrelatie. Het gaat om alle relaties die bij jou horen, die bij jou passen. En dat is de wet van afstemming, niet de wet van aantrekking. Dus zorg dat je opnieuw jezelf wordt. Zorg dat je opnieuw die zuivere energie wordt die je altijd bent geweest. En dan zal je automatisch de juiste partner voor jou aantrekken. Dus laat me afsluiten met deze vraag. Wat wil je werkelijk in dit leven?
Wat is in lijn met jouw ziel? En van zodra je het antwoord daarop weet, dan ga je de liefde, de ideale relatie aantrekken en manifesteren die echt bij jou past. Love and light en zie je in de volgende video. Dag!